UNA speelde zondag de eerste thuiswedstrijd na de winterstop en het was HBS uit Den Haag dat op bezoek kwam in Zeelst. UNA de nummer 5, HBS de nummer 14. En dan is dit de opstelling van UNA met op het middenveld Teun Sebrechts, Rob en Niek van Boekel en voorin Van Wanrooy, Jansen en Tielemans. UNA vorige week met 1-0 verloren bij Linde begint weifelend aan de wedstrijd als hier de bal komt bij aanvoerder Mike de Geer. Gevaarlijk schot en via Stoskovic wordt dit een hoekschop. De corner wordt dan genomen door Ricardo Samoender. Mooie swing zit er in die bal en iedereen verrast bij UNA. Bij de tweede paal valt die bal binnen. Doelpunt komt op naam van de linksback van HBS. Slechte start voor UNA. En deze bal gaat er natuurlijk niet vaak in. Het antwoord van UNA laat niet lang op zich wachten met hier Teun Sebrechts die Benjamin Van Wanrooy vindt. Voorzet hier van de rechtsbuiten van UNA komt perfect aan bij Rob van Boekel. Grote kans, maar de bal gaat net naast de goal van keeper Gianni Kamperveen. Het was een goede mogelijkheid voor UNA, maar Rob van Boekel schiet rakelings naast. Aanval dan weer van de bezoekers uit Den Haag. Scheidsrechter geeft voordeel. Aanname van Peter Stoskovic is niet goed en dan legt hij aanvaller Willem Six neer. Scheidsrechter geeft een strafschop en een gele kaart aan de keeper van UNA. We hebben dan ruim 10 minuten gespeeld. Hier de trainer van HBS, André Wetzel. Penalty wordt genomen door aanvoerder Mike de Geer, maar dan is het Peter Stoskovic die zijn fout goed maakt. Knappe reflex, hij blijft lang kijken, lang staan. En dan is de redding prima op de inzet van de aanvoerder van HBS. Een vrije trap dan voor HBS, nog altijd in de eerste helft. Gaat genomen worden door Niels van Pelt. Over de muur, maar weer een goede redding van Peter Stoskovic. Hij maakt het foutje en veroorzaakte de penalty, maar herstelt zich daarna knap. We zitten hier dan in de 46e minuut als de scheidsrechter iets gezien heeft. Het is buiten beeld gebeurd. Hij trekt de rode kaart voor Ricardo Samoender. Hij zou hebben nagetrapt richting Nick Tielemans. En zo kan de doelpuntenmaker van HBS vertrekken. Mooie meevaller voor UNA zo in de blessuretijd van de eerste helft. In de tweede helft gaat UNA dan op jacht naar de gelijkmaker. Hier een grote kans voor Teun Sebrechts, maar hij vindt de voeten van Kamperveen op zijn weg. Hier aan de bal Emre Bostanzi, die net voor rust Benjamin Van Wanrooy kwam vervangen. Hij zoekt zijn directe tegenstander Fekunda op. Goede voorzet bij de tweede paal, is daar het doelpunt en het is een eigen doelpunt. Van nummer 25 Noah de Jong. Hij ging linksback spelen naar de rode kaart voor Samoender en is hier ongelukkig. Voorzet van Emre Bostanzi en de nieuwe linksback van HBS zorgt voor 1-1. Aanval dan weer van UNA met een mooie combinatie tussen Rob en Niek van Boekel. Hij houdt het overzicht Rob van Boekel en dan is het Emre Bostanzi met de 2-1 voor UNA in de 75e minuut. Ook Rob van Boekel wordt natuurlijk bedankt. Hij gaat hier de 1-2 aan met Niek en houdt dan het overzicht, ziet Bostanzi staan en die kan simpel binnentikken. 2-1 voor UNA. We zitten dan vlak voor tijd als hier de bal komt bij Nick Tielemans. Scheidsrechter laat het spel doorgaan. Tielemans blijft rustig en zorgt voor 3-1. Scheidsrechter wijst ook naar het midden, maar dan heeft de grensrechter zich bedacht. Het wordt 2-1, het was buitenspel. Maar UNA houdt de punten in Zeelst. Ja, dat is echt het allerbelangrijkste. Het spel was vandaag eerste helft ver beneden peil. Denk ik wat wij kunnen laten zien. En dat moet gewoon voor de volgende keer beter.